Misschien wat witlof nog? Courgette ook erbij, ja inderdaad. Oh, je gaat lekker stoofschotel maken vanavond. Zeker. Ja, dat is jouw specialiteit, hè? When my baby. Er zijn eigenlijk sinds vorig jaar maart worden er geen reizen meer verkocht. Dus toen dachten we, ja, dan moeten we iets anders gaan doen. En omdat we ook culinaire reizen verkochten, dan zeiden we, weet je wat, dan gaan we culinaire producten verkopen. Nou ja, dit is eigenlijk een beetje, dat heeft een enorme vlucht genomen. Dus inmiddels verkopen we heel veel groente en fruit en we maken zelf appeltaarten. En dat is ontzettend leuk. Dus zo hebben wij, we zijn een soort van delicatesse groentezaak zijn we geworden. Goedemorgen mevrouw. Wat kan ik voor u doen? Kijk, ze zijn natuurlijk een reisbureau en van de een op de andere dag gedwongen eigenlijk om iets anders te gaan doen. En dan heb ik alleen maar respect voor dat ze dan dit op deze manier doen. En ze doen het heel goed. Kort en fijne dag. Tot ziens. Dag mevrouw. We zitten al 20 jaar in de wijk. We hebben altijd daar aan de overkant gezeten. En op het hoogtepunt van de corona moesten we verhuizen en toen zaten we hier. En nu hebben we heel veel nieuwe klanten gekregen die we normaal eigenlijk nog nooit gezien hadden. Dus wij zeggen altijd, stel dat maar 1% van al die klanten die nu groente en fruit koopt uiteindelijk weer reizen gaan verkopen, dan zijn we helemaal een gelukkig mens. Ja, het is natuurlijk in het begin wel even wennen en aanpassen, maar aan de andere kant ook wel weer erg leuk, omdat het geeft altijd echt wel een positieve vibe, want mensen vinden het leuk om iets bij te komen kopen. Ze vinden het leuk om je te steunen, als het reisbureau te steunen. Dus het geeft altijd echt wel positieve energie. Mensen vinden het gewoon leuk om langs te komen. Ze zijn echt super lekker. Ja, en deze. Zeker in deze tijd. Vind ik het fijn als je de ondernemers kan steunen. Dan doe ik dat. Alles met een kleine bijdrage. Als iedereen dat zou doen, zo helpen we elkaar. We komen hier al echt al, denk ik, 12, 13 jaar of langer. En altijd maar reizen, 2 keer per jaar zo'n beetje. Dus ik ben een vaste klant hier. Wat vind je dat er beter bij haar past? De reiswereld natuurlijk, maar jij ook is goed in alles. Asperges erbij? Ja, ook nog asperges erbij. Misschien nog wat boerenkool. Mensen in de buurt die zeggen, we hopen dat jullie reisbureau weer gaat starten. Maar stel, willen jullie dit dan wel blijven doen? En dat denken we wel dat we dat eigenlijk willen doen. Wel uiteraard dan op een andere locatie in de wijk. En we hebben al een naam voor de zaak. Dat wordt dan de fluitende groenteman. Dus hou hem in de gaten. Dank u wel voor de aandacht en voor de support en fijne dag. Tot ziens. Dag mevrouw.